Deze nieuwsuitzending gaat over de Bijbel. We zijn begonnen, Jurk Gliesman en ik, bij Matthäus 6, Matthäus 7. Daarna hebben we gewoon het begin opgepakt. Want in het begin zit de uitleg. Als je wil weten over Genesis 1, dan kan je dat zo vinden op mijn kanaal. Wij pakken er nu op bij Genesis 3. En voor de continuïteit doen we eerst het laatste stuk van Genesis 2. Dat gaat Jurk oppakken. En Jurk mag kiezen welk vers we gaan beginnen. Je mag ook zeggen hallo luisteraars. Hallo luisteraars. Alle aandachtigen. Ja, iedereen die kijkt, iedereen die luistert, altijd welkom. En laat u geworden van, je weet pas achteraf, als je zo'n uitzending beluistert heeft, of dat zo goed was of slecht is, oder niet na de eerste 5 minuten. Ja. Bedankt mij nog een keer uitnodigen, Perry, dat we nog eens een keer een uitzending doen over de Bijbel. Ik ben zo nieuwsgierig wat jij allemaal gaat vertellen. Uiteindelijk vind ik het nog altijd spijtig dat we Rulers of Evil niet verder doen. Oh, maar, wat niet eerst kan maar, komen. Ja, maar aan de andere kant, laat me toch uitpraten. Geen nog weiter, ja. Ik vind het spijtig dat we Rulers of Evil niet verder doen voor de moment, maar uiteindelijk is de Bijbel lezen zoveel belangrijker. Want seculaire boeken, gelijk dat van Rulers of Evil of zo, zijn wel interessant. En als we dan toch even over seculaire boeken spreken, sta mij toe dat ik eventjes een kleine inleiding doe. Ik heb namelijk vandaag een boek ontvangen, dat ik onlangs op het internet besteld heb. Dat is Duitse geschiedenis in de 19e eeuw. En dat is in Engels. Want in Duits moet je zoiets eens een keer proberen gaan vast te krijgen. Dat gaat u niet lukken. Dit boek is geschreven, gepubliceerd in, wanneer is dat überhaupt geweest? Want ik kan zien of dat ik daar ergens een datum vind. Ah ja, copyright van 1954. Aye. Van de Universiteit of Minnesota. En dat was van de University College at Buckingham. En daaruit is het weggedaan en dan dus verkocht. En ik heb het kunnen kopen. En dat boek noemt The Catholics and German Unity 1866 through 1871. Oké. Waarom is dit zo'n belangrijk boek? Wel, ik heb online daar uittreksels van gevonden. En ik heb dat nog een keer nagelezen op zijde 194. En ik ga eventjes die zin daaruit voorlezen die ik op het internet gelezen heb. En dan ga je duidelijk worden waarom dat zo'n interessant boek is. Quote in Engels. The defeat of Austria had enormously increased the danger that the Italian government might forcibly occupy Rome, particularly since the scheduled departure of French troops in December of 1866 would leave it, the Vatican, practically undefended. Dit is een van die heel belangrijke punten waar een keer een andere leer aangehaald wordt als die van de Zevendaags-Adventisten. Die zeggen dat de wond van Openbaring 13, die het eerste beest ondervindt en die een dodelijke wond bleek te zijn, maar dus uiteindelijk niet dodelijk was, dat deze wond toegevoegd na 1798 door generaal Berthier, die van Napoleon gestuurd, de paus ging vastzetten. Ja, ja. En zij zeggen dat is het einde van de temporale of de civiele, de wereldelijke macht van de paus. Nu, ik ben daar niet mee akkoord. En als je Alexander Hislop leest en Henry Grattan Guinness leest, dan komt hij tot het verstaan, en ook Martin Luther trouwens, in zijn antichristenboek, dus The Papacy is the Antichrist, An Institution of the Devil, ja, zo noemt dat boek in Engels, of hoe noemt het dan weer in Duits, ik heb het compleet op mijn kanaal gelezen, Das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, ja, datzelfde boek dat hij in 1545 gepubliceerd heeft, ook Martin Luther zegt het daar heel duidelijk, de eerste paus voor hem was Boniface den Derde, die in 607 de macht gekregen heeft van de Emperor Phocas, dus den Caesar, die toen in Konstantinopel zat, want de Caesar is ja met Konstantin ja
geflücht uit Rome en naar Konstantinopel gegaan. Daarom noemt Konstantinopel ja Konstantinopel, omwille van dat het van Konstantin opgericht geweest is. Aha. Het vroegere Byzantine, dat we vandaag Istanbul noemen. Ja. En dus hier, met dat wat ik juist voorgelezen heb, dat er beschermende Franse troepen uit de Vaticaan afgetrokken zijn, uit de Vaticaan, om de Vaticaan te beschermen. Te beschermen tegen wat? Wel, Italië was toen bezig een republiek te vormen. En deze republiek moest een hoofdstad hebben, dat was Rome. Maar in Rome zat de Vaticaan en dat was een eigen staat. Aha. En dus hier zit voor mij het einde van die, of beter gezegd, hier zit voor mij het einde, de wond, die wonde die toegevoegd wordt, het einde van de voorspelde 1260 dagen, 3,5 jaar of 42 maanden regeringstijd van de Antichrist, die we in de Bijbel op verschillende plaatsen, onder andere in Daniel en natuurlijk ook in Openbaring lezen. Uh-huh. Ja? Uh-huh. En de Zevendaags Adventisten leren alleen maar dat het van 538 tot 1798 was, waarbij ik niet ga afstrijden dat 1798 belangrijk was. Maar als je dan het hele geschiedenis gaat bekijken, dan weet je dat na 1866 Paus Pius de IX als eerste en alle volgende pausen tot Paus Pius de XI in 1929 ene keer ze verkozen geweest waren, ze de Vatikan nooit verlaten hebben. Dat was een gevangenis met de sleutel van binnen. En dat hebben ze daarom niet verlaten als protest omwille van dat zij geen wereldelijke macht meer hadden. Die macht was hun ontnomen door het Italiaanse, door de Italiaanse Republiek in de tijd. En dat gaat terug naar die tijd van 1866. Dus als je van 1866 1260 jaar aftrekt, kom je terecht bij 606. En in 606 heeft de keizer Phokas de macht overgedragen van de oostelijke kerk, dus die kerk die in Konstantinopel was in de tijd, en van de westelijke kerk aan de bischop van Rome. En deze Boniface III was de eerste paus die dat gedaan heeft waarvoor de, tussen aanhalingstekens, paus, de bischop van Rome daarvoor, Gregory de Grote, gewaarschuwd heeft. Die gezegd heeft, diegene die zich universale bischop noemt, en universaal is hetzelfde als katholiek, maar eventjes terzijde, diegene die de titel van universale bischop aanneemt, is de voorloper van de Antichrist, of is een vertegenwoordiger van de Antichrist. Mm-hmm. En het was Gregory de Grote die dat zei, en zijn opvolger, min of meer directe opvolger, was Boniface den Derde. En juist die accepteert die titel die hij van de keizer Phokas in Konstantinopel krijgt. Hij krijgt enerzijds de spirituele macht over de westelijke en oostelijke kerk, gecombineerd, denk eens een keer aan dat woord bruggenbouwer, Pontifex Maximus, in deze samenhang. En hij wordt dus gemaakt de universale bischop. En hij noemt zichzelf de universale bischop. Boniface den Derde. In 606. En 1260 jaar later, 1866, gaan die beschermende Franse troepen de Vatikan verlaten. Omwille van dat er veel politiekwijs gebeurt in Europa in den Augenblick. Op het eind van de jaren 60 van de 19e eeuw, begin jaren 70. Daarna komt zelfs nog een oorlog tussen Duitsland en Frankrijk. Daarover gaat dat boek allemaal. Dat onderdeel waar ik hieruit voorlees noemt Bismarck and the Church 1866-1870, The Catholics and German Unity 1868-1871, want dit was de oprichting van het Tweede Rijk, dat wat de meeste mensen helemaal niet kennen, want ze kennen altijd van Duitsland alleen maar het Derde Rijk, het Nazi-Rijk van Hitler. Maar het Tweede Rijk is bij veel mensen niet bekend. En dat was ja ook zeer kort. Het Eerste Rijk heeft een kleine 1000 jaar geregeerd, van 800 tot onder Karel de Grote. En tot 1800 eind van de Napoleontische Oorlogen. En dan werd het Tweede Duitse Rijk pas opgericht in 1871. En dat duurde tot het einde van de Eerste Wereldoorlog, 1918. Dus dat was eigenlijk een zeer kort Rijk. Kort Rijk, niet gelijk de stad in België. Maar een kort Rijk van duur. En dit boek heb ik vandaag ontvangen. En ik ben nu echt, hoe moet ik dat zeggen? Ik weet niet goed wat ik moet gaan doen, want eigenlijk wil ik het wel lezen. Maar aan de andere kant is het Duits geschiedenis en ik kan het dan weer niet in Duits lezen. Ik heb nog niet gezien hoe ik dat boek in Duits zou in mijn vingers kunnen gaan krijgen. En dat vind ik dan weer spijtig. Maar het is maar weer eens een keer een bewijs hoe dat research op het internet
die ineens andere aanzichten kan geven. En ik wil eventjes tot de conclusie komen van we wilden in Genesis lezen. Maar ik vind het eventjes belangrijk, Perry, en daarvoor bedankt dat je mij eventjes de platform geeft en mij dat gunt om te zeggen. Veel mensen, ook veel van onze luisteraars hier, zijn leden of tussen aanhalingstekens fans van de Zevendaagsadventisten. Mm-hmm. De Zevendaagsadventisten zijn een, tussen aanhalingstekens, protestantse denominatie. Mm-hmm. Ze zijn een protestantse kerk, zo noemen ze zich tenminste. Ja. Maar de Zevendaagsadventisten zijn opgericht op verkeerde beloftes. Ze zijn opgericht op een verkeerde interpretatie van Daniel 8, vers 14. Dat spreekt over de 2300 jaar profetie van Daniel. Mm-hmm. En dat ga ik in toekomst in Engels- en Duitsstalige video's bewijzen, dat dat een leugen is. En zijn eigenlijk voortgekomen uit de Millerite Movement, ja, de Millerse beweging, mm-hmm. die beweerde dat in oktober 1843 Jezus Christus zou terugkomen. En als die niet terugkwam, heeft hem nog een andere datum gezegd, begin 1844, en dan kwam hem ook niet terug. En dan hebben we gezegd van, oh ja, maar goed, dan gaan we een andere uitleg gaan doen, maar dan is dat nu dat investigative judgment, ja, de investigatieve oordeel dat geveld wordt. En de reiniging van de tempel in de hemel, wat geen mens op aarde kan zien. Dus een vervulling van een profetie die op aarde niet kan gecontroleerd worden. In tegenstelling tot alle andere Bijbelse profetieën die allemaal op aarde haar weerspiegeling hebben en die we aan de hand van geschiedenis vandaag de dag kunnen aantonen dat ze gebeurd zijn. Deze ene is niet aantoonbaar. Mensen die zich in de Zevendaagsadventistenkerk ronddrijven, wil ik maar zeggen, die zich daar ophouden, moeten verdomd voorzichtig zijn. De Zevendaagsadventisten is de kerk, is de grootste protestantse kerkelijke organisatie op deze aarde naast de Romeins-Katholieke Kerk. Ja, die, van zich ook beweert, die van zich ook beweert christelijk te zijn. Ja? Nu mag ik even wat zeggen. Ja. De Zevende Dag Adventisten zijn de grootste denominatie naast de Katholieke Kerk. Dat wist ik niet. Je mocht je eigen onderzoek doen en je zult het vaststellen. Ik heb dat boek gelezen, Ökumene und Weltregierung, van Dr. Kobialka, die een Zevendaagsadventist professor is, die op een Zevendaagsadventistische universiteit in de Verenigde Staten gestudeerd heeft en geleerd heeft. En ik heb daarvan een boek gelezen, dat is als afspeellijst op mijn kanaal te vinden in Duits. En daar komt dat duidelijk uit te voorschijn. Mm-hmm. En dat probleem is dat de majoriteit, de meerderheid, altijd vals is. En je moet natuurlijk ook begrijpen dat de Zevendaagsadventisten opgericht zijn door vrijmetselaars. En de vrijmetselaars zijn aan de top gecontroleerd door de Jezuïten. Mm-hmm. Dus de vrijmetselaars hebben de Zevendaagsadventisten hebben een op het eerste zicht protestants gezicht. Maar achteraf gaan ze u ook naar Rome naartoe leiden. Omwille van verschillende verkeerde leren die daarin zitten. Zo is bijvoorbeeld dat Walter Veit zegt dat de aartsengel Michael Jezus Christus is. Oh. Dat heeft Veit gezegd. En niet alleen Veit, ook andere Zevendaagsadventisten beweren dat. En voor mij is Jezus Christus nog altijd de enige ingeboren zoon van onze Heer, ja. De Vader. Ja, voor mij ook. En geen gecreëerd wezen, gelijk de engelen gecreëerd zijn. Ja. Ja? Dus ik wil maar zeggen, als je de foute leer in de Zevendaagsadventistische leer wilt ontdekken, dan moet je heel, heel goed je Bijbel kennen en dan moet je heel, heel goed kunnen gaan studeren en open ogen hebben. En begeleid worden door de Heilige Geest. Want anders lukt het niet. Ik zelf ben jarenlang die leugens van die mensen op de lijn gegaan. En nu ga ik er video's over maken waar ik het tegenspreek. En waar ik het openbaar uitspreek. En versta mij niet verkeerd, versta mij alsjeblieft correct. Ik ga niet op een kruistocht tegen de Zevendaagsadventistische Kerk. Ik ga niet op een kruistocht tegen mensen die in de Zevendaagsadventistische Kerk zitten. En waarschijnlijk in hun hart bijbelgelovige christenen zijn en Jezus van hart en ziel van houden. Mm-hmm. Maar ik ga, gelijk ik dat met de Romeins-Katholieke Kerk doe, mm-hmm. ik ga de fouten exposeren en de mensen moeten dan maar zelf studeren en zich hun eigen mening gaan vormen op basis van hun eigen onderzoek. Ja. Want ik kan zoveel zeggen als dat ik wil, dat is allemaal niet belangrijk. Die waarheid
die je ondervindt door je eigen studies te doen, is die waarheid die je overtuigt ervan dat je op het rechte pad bent. Yep. En dat geldt voor mij, en dat geldt voor Perry, en dat geldt voor iedereen van onze luisteraars en kijkers. En ik wil het ook niet te lang maken. Sorry dat ik nu al 20 minuten daarover bezig ben. Maar ik vond het eens een keer belangrijk om ook maar eventjes een keer met jou daarover te praten. Dat was niet afgesproken, dames en heren. Perry wist niet van over wat ik hier ging spreken. Daarom zwijgt hem ook zoveel, want zijn kop roteert nu waarschijnlijk van. Wat kan ik daar allemaal op dan zeggen? Maar ik vond het eventjes een keer belangrijk om te zeggen van ik ben er al lang mee bezig. Ik heb op internet al lang deze zin gevonden in dat boek. En dan heb ik dat boek eindelijk online gevonden. En ik heb dat boek besteld en vandaag is het toegekomen. En het is toch weer een betekenend daarvoor hoe dat de Duitsers weer al eens een keer bedrogen zijn. Dat zo boeken, zo dingen alleen in Engels ergens een keer verschijnen. Als je dat boek überhaupt weet te zijn en dan gaat vinden. En dat je dat dan dus alleen in Engels kan lezen, als je Duits geschiedenis wilt verstaan. Ja? En dat is dus een groot probleem. Nog eventjes, voor ik ga afsluiten, en dan gaan we zeker met de Bijbelstudie gaan beginnen. Ik heb een broeder in Christus uit Erfurt, dat is aan de grens van Oost- met West-Duitsland. En die heeft mij een boek gestuurd, in PDF-vorm, dat hij bij zich thuis heeft staan. Daar ben ik bijna van mijn zetel gevallen als hij mij dat gestuurd heeft. De Duitse versie van Babylon Mystery Religion van Ralph Woodrow van 1966. De Duitse versie. Ik wist niet dat dat bestond. Ik heb Babylon Mystery Religion op mijn kanaal gelezen. Ik heb daar een afspeellijst over. In Engels. 21 kapitels. En hij heeft dat boek thuis liggen. Hij heeft het ingescand en hij heeft het mij als PDF ter beschikking gesteld. En ik zal dat boek waarschijnlijk ook in Duits nu kunnen gaan lezen op mijn kanaal. Schitterend, want dat is een iets toegankelijkere, eenvoudigere vorm met dezelfde inhoud, want daarop is dat boek gebaseerd, als van Alexander Hislop, The Two Babylons. Of zoals ik het in Duits gelezen heb op mijn kanaal, Van Babylon naar Rome. Van Alexander Hislop, dat boek van 1853. Alexander Hislop in zijn boek, Henry Grattan Guinness in zijn boek Romanism and the Reformation van 1888 en Martin Luther van 1545 in dat boek Tegen de Antichrist spreken alle drie van de 1260 jaar profetie tussen 606 en 1866. En daarom de fout in de Zevendaags Adventistische leer. Waarbij ik daar nog bij zeggen, om het duidelijk te maken. Het is goed mogelijk dat men van 538 tot 1798 kan rekenen. Het is goed mogelijk dat men ook van 606 tot 1866 kan rekenen. Als ik, onnozel, klein, dom, jongere, dat kan uitvinden, uitzoeken. Waarom kan dan een geleerde, gelijk Bill Hughes, gelijk Walter Veit, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als so gesagt der Bibel studieren, ein Vortrachten halten, ein Dokumentäres machen, warum gaan die Menschen nooit, auch nicht mehr ein Wort, eine keer die Periode von 606 tot 1866 bespreken? Warum houden ze alleen maar fast an 538, 1798, was auch 1260 Tage ist? Dus mij gaat het niet erover om deze mensen nu aan te vallen, maar ik stel de vraag, als er verschillende manieren zijn om deze periode te interpreteren, waarom spreken de Zevendaags Adventisten altijd maar van één en nooit van de ander? Want die mensen, Bill Hughes, Walter Veit en andere Zevendaags Adventisten, zijn 1000 keren slimmer als ik. Ik ben niet de enige die weet van 606, 1866, maar ik spreek tenminste erover, waarom doen zij het niet? En dat is die vraag die ik stel. En daar ligt de deceptie van onder andere de Zevendaags Adventisten, van in feite elke denominatie, elke tussen aanhalingstekens kerk waar je naartoe kunt gaan. Kom eruit, mijn volk, dat je niet deelneemt aan haar zonden en dat je niet ontvangt van hun plagen. Openbaring 18, vers 4, waar de Heer tot ons spreekt en ons aanraadt niet in een of andere organiseerde kerk te gaan zitten. Wij zijn de kerk. Applaus. Wij, iedere Christ op zichzelf, is een steen die gebruikt wordt voor de bouw van de tempel.
Zo zit het. En niet anders. En iedereen die u iets anders vertelt, is een leugenaar. Is ene gelijk Paulus voor gewaarschuwd heeft. Als iemand komt en vertelt u een ander evangelium als dat wat wij u verteld hebben, geloof het niet, want ze hebben de waarheid niet in hun. Ja? Dus alstublieft mensen, het gaat mij dus niet over een kruistocht tegen de Zevendaagse Adventisten of iets, maar mij gaat het erover om de waarheid te exposeren. En er is maar één waarheid. En als er dus twee of misschien zelfs drie manieren zijn om die 1260 dagen of 1260 jaar profetie uit de Bijbel te kunnen interpreteren, dan wil ik weten welke de juiste is. En de Zevendaagse Adventisten zeggen mij maar één van twee of drie oplossingen. En daar ben ik niet mee akkoord. Perry, alsjeblieft, je hebt zeker commentaar op dat wat ik juist gezegd heb. Allee, nou, ik hoop het. Ik zou even tegen de kijkeraars. Ik heb kennis genomen van de zevende dag predikers. En ik vond het fijn dat ze stilstonden bij het ontkennen van de zondag. Ik haatte zondagen in mijn jeugd. Ik vind het vervelend als de hele boel stil ligt op zondag. De zevende dag Adventisten die houden hun vrije dag op zaterdag. Dat is Saturnusdag. Dat is niet per se beter dan de zondag. Oh, sorry, dan moet ik je eventjes ik ben er niet klaar. Onderbreken. Nu gaat het mij hierom. Ik wil er geen discussie over. Wat mij betreft mogen sommige mensen op dinsdag de zondag houden. Ik werk met mijn klanten, die staan op de markt. Ik heb klanten die hebben de maandag als rustdag. Dus daar één dag per week is het no-go. En dat is hun sabbat. Zo zie ik dat, hè? En de zevende dag Adventisten, één van die mannen, die zei: wij zijn aangewezen als de grote opponent van de katholieke kerk. Mm, en toen dacht ik, wat? Je gaat ruzie maken over de dag dat je stil moet houden. Ik ken mannen, ik weet de verhalen van mannen, die gingen met de boot op de Noordzee om vissen te vangen. En jij als veganist zal zeggen, ja, je moet geen vissen vangen. Maar die jongens deden dat wel. En dat was gewoon zoveel maanden werken en dan één maand vrij. 6 om 1. Dat klopt toch? Dat is het minimum. En dan moet je geen ruzie maken over, ik vind het vandaag zondag. En die ander zegt, nee, het is dinsdag, want ik ben van de Gregoriaanse kalender. Ja, ik vind het haarkloverij. En dat vond ik dus vervelend aan de zevende dag Adventisten. En die Bill Hughes, die zegt de hele tijd tijdens een interview de voornaam van degene die hem ondervraagt. Van, yeah Paul, you ask that. Yeah Paul, I want to say. En dat irriteert me ook in hoge mate. Want je spreekt de voornaam van een ander niet uit. Jij heet Jurk, dat weet ik. En ik heet Perry, ja. Maar niet de hele tijd die naam noemen. En dat vond ik vreemd. Dat is mijn oordeel over de zevende dag Adventisten. En voor de rest vertellen ze keurig wat er in de Bijbel staat. Er zit niet zoveel verschil. Alleen, hoe laat is het? Wat is de wijzer op jouw klok? En hun denken dat dit en dat? Ja, ik denk dat de Armageddon nog moet komen. En ik zou hem graag willen voor mij heen gaan. Maar dat is een persoonlijke wens. En als het niet gebeurt, dan so be it. Zo denk ik. En over Duitsers, dat zijn de taalkundigen. En vandaar. En christen respect. Ja, je mag. Oké, okay. Ik wil alleen eventjes ingaan op dat wat je zei over zaterdag. Saturday, Saturn's Day. Mm-hmm. Dat is spijtig genoeg iets wat in de wereld vaak genoeg curseert om de zaterdag slecht te maken. Maar als we van de Bijbel uitgaan, dan gaan we uit van elke dag heeft een nummer. En we spreken over de zevende dag. Dat de zevende dag nu toevallig is wat wij in dit antichristensysteem zaterdag noemen, Saturn's Day,
is toeval. Maar dat heeft niks daarmee te doen dat het de zevende dag is die in de schepping geordineerd werd als de rustdag. En de dag waarmee God zijn handtekening zet onder de schepping. Mm-hmm. Waar we in feite terugkomen hier naar Genesis, waar we juist in willen gaan beginnen. Mm-hmm. In Europa bestaat er een DIN-norm. Kende jij die DIN-normen? Deutsche Industrienorm? Ja, zeker. In Europa bestaat er een DIN-norm die vastlegt dat in Europa de eerste werkdag in een week de maandag is. Uh-huh. Als zij in dit herrezen heilige Romeinse Rijk, wat we vandaag de dag de EU noemen, de Europese Unie, als ze hier een wet uitbrengen dat zegt dat de eerste werkdag van de week, of beter gezegd dus de eerste dag van de week, de maandag is, dan maakt dat in hun ogen automatisch de zondag tot de zevende dag. Klopt. En daar liegt natuurlijk een gevaar in, als ik die weken op die manier ga veranderen. En in de Bijbel staat geschreven dat hij, de man van Perdie, de man der Sonde, de zoon, hoe noemt dat, man of perdition, son of perdition, man of sin, man van de zonde, de zoon van de afvallige, van de perdition, ik weet wat een Vlaams is, dat die zal proberen Gods wet en Gods tijd te veranderen. Ja? Ja. En door zo dingen doet hij dat juist. Ah. Nu, wat jij zegt van de ene kan op die dag aanbidden en de andere op die dag. Ja, kijk, iedereen doet het gelijk dat hem wil. Ik probeer mij aan de 10 geboden te houden. Maar de zaterdag kwestie of de zevende dag kwestie, de sabbat kwestie, om het een keer met die naam te noemen, ah. Is geen verlossingskwestie, salvation issue, hè? Is het niet. Ja. Ja? Want wij zijn allemaal niet in staat om de wet te houden. Er was maar één mens op deze aarde ooit die alle wetten van God gehouden heeft, en dat is God zelf in de vorm van Jezus Christus. Ja. Wij kunnen dat niet. Daarom heeft God de wet vervuld, dan spreken we over de Levitische wet van het Oude Testament, en voor de morele wet staan we onder de genade. Aha. Maar deze genade neemt niet dat wet weg. Aha. Maar deze genade neemt de verdoemenis weg dat dat wet alleen maar kan. Want dat wet kan alleen de mens veroordelen en verdoemen. En dit neemt God weg door zijn genade. Door zijn, zoals we in Engels zeggen, grace. Daar kan ik het beter zeggen. Ja. Ja? En het noemt in de Bijbel, through grace you are saved. Through faith and that not of your works. Dus ga zoveel op een zaterdag naar de kerk gelijk dat je wilt. Of op elke andere dag, dat gaat je niet redden. De zaterdag of de sabbat houden gaat je niet in de hemel brengen. Nog de werkelijke sabbat, nog de onwerkelijke sabbat. Dankjewel. Maar de punt is, en die wil ik eventjes maken. Als herboren Christ en volger van Jezus Christus, doe je wat hij u beveelt. En Jezus Christus zegt, who loves me keeps my commandments. En dat zijn alle. Alle 10. Want in de Bijbel staat geschreven, ook al breek je 1, dan breek je ze allemaal. Absoluut. Dus probeer ik me daaraan te houden, om die Sabbat te houden, gelijk hij het voorzien heeft. In die mate dat ik het kan. Ik ben ook niet perfect. En als ik het niet kan, wel, dan komt Gods genade ins spel. En door zijn genade wast hij me wit van die zonde. En kan ik dan toch foutenloos voor de Heer staan. En dat is mijn vader, omwille van dat Jezus Christus zegt, hier vader, dat is Jörg, mijn broer. Accepteer hem zoals je mij accepteert. Ach, man. Hey, mooi gezegd. Oké, zullen we alsjeblieft een Bijbeltekst gaan pakken? Ja, ik wou alleen even... We zitten al... het is een hele mooie uitzending. Erg mensen... goed om duidelijk te maken voor mensen dat als je met de Bijbel begint, dan kom je helemaal in contact. Het is het oudste boek wat er is. De Bijbel is ons enige contact die we met de Heer hebben. Yep. De Bijbel is het medium waarmee dat wij onze persoonlijke relatie met onze Heer kunnen opbouwen. Yep. En hoe moeilijk is dat wel niet? Want iedereen heeft een moreel systeem. Ik praat even tegen de kijkeraars. Iedereen heeft een moreel systeem. En het heb je overtreden. Je bent zondig geweest. Je hebt te veel verwacht van je omgeving. Je was de biggest a-hole ever. Iedereen heeft het gedaan. En hoe ga je daarmee om? Ga je jezelf
bestempelen als ik ben gewoon een zondaar en ik doe dingen fout en het is gewoon zo. Ja, of je laat je schoonwassen. En dat staat hier in dit boek. Nou, pak hem op, Jurk. Ja. Neem die kijkeraars te pakken. Wij wilden dus eigenlijk verder gaan, uiteraard in Genesis 3, want we hebben Genesis 1 en 2, nou, lange sessies afgesloten. Uh-huh. Maar voel ik me niet zo goed erover op die manier hoe dat we op Genesis 2 geëindigd zijn. Uh-huh. Omwille van dat daar een heel belangrijke punt in staat die zo niet duidelijk geworden is. En ik wil graag deze punt eerst duidelijk maken, goed, voordat we overgaan naar Genesis 3, met duidelijk, uw toestemming, Terry. Ja. Ga maar. Als we nog een keer naar Genesis 2 gaan en we lezen vers 23, dan staat in de Koning James Bijbel geschreven: And Adam said, This is now bone of my bones, sprekende van de vrouw die God gemaakt heeft als hij in slaap was, uit hemzelf, and flesh of my flesh, she shall be called woman, because she was taken out of man. Klopt. Woe man, because she was taken out of man. Ja. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ja. Deze zin is van een zo enorme betekenis, dat ik er niet eventjes gewoon over wil gaan om hem te lezen en zeggen van nu gaan we verder met Genesis 3, wat we direct kan doen. Maar ik wil u eventjes daarop attent maken waarom dat vers 23 en 24 zo belangrijk zijn. Ik weet niet, Perry, of dat jij daar al iets op te merken hebt voordat ik er iets over ga zeggen. Ik vind, wat hier staat, dien je te begrijpen. Er is zoveel over te zeggen. Dat de applicatie, er is maar één interpretatie en dat is wat hier staat. De applicatie is dat je mensen in je omgeving kan hebben en die hebben, om het maar vrolijk te zeggen, de ballen in de buik. Jij kan zo'n persoon tot je nemen. Jij als man. Maar je moet wel wat kunnen. En heden ten dagen is dat niet dat je een kunstenaarsdiploma hebt omdat je gekke schilderijen mag maken op flatgebouwen. Want die kunst houdt op tegen de tijd dat je rimpels beginnen te komen en je een rollator nodig hebt. Maar als jij een man bent, je bent elektrotechnicus of rioleringsmedewerker, ja, neem een wifke. Oké, dat was mijn ding. Je moet medelijden hebben. Het is een rol dat de mensen die de ballen, die de spiegeling zijn van je ogen, de mensen is ook horizontaal symmetrisch. De ene mens heeft die ballen in de buik. En die hebben hormoondingen ze. En ze zijn anders. Ze hebben niet. Mijn dochter weet dat drommels goed. Ze weet gewoon dat die jongens. Ja, die spelen haar uit. Ik ken ook vrouwen die heel goed kunnen darten. Die kunnen 80-90% van de mannen van het bord af darten. En toch weten die vrouwen dat ze nooit nummer 1 zullen worden. En er was een vrouw die tegen mij zei, ja, dat komt omdat ik als aan het darten ben, dan ben ik in die dartgemeenschap. En als er met iemand binnenkomt, dan voel ik dat. Terwijl die mannen, die staan alleen maar te darten. Dus die gooien vaker raak. Zij wist ervan. Er zijn zoveel vrouwen die dat gewoon weten. En je kost je man een rib uit zijn lijf op zijn Amsterdams. Ja, jij mag gewoon zeggen, ik wil een nieuwe spijkerbroek en ik wil een dit en ik wil een dat. Dat mag. Dat is toegestaan. Je krijgt een ruimte als vrouw in deze rol. En die ruimte is makkelijk te vervullen. Dat is juist je enige rol. Je man zo vroeg mogelijk de deur uitsturen. En als hij 's avonds thuis komt met de vieze kleren, dan liggen zijn schone kleren klaar. En de douche is schoon. Dus dan gaat hij lekker douchen. Nou, dan kan je wat leuks gaan doen 's avonds. Dat is de deal. Dat is wat God verzonnen heeft. Daarom zijn vrouwen vrijgesteld van arbeid. Dat staat hier. Ben ik duidelijk vanuit mijn kant, Jurk? Of was het?
Ja, wahrscheinlich sage ich ja wohl just und deutlich, aber ich will da eigentlich auf ein anderes Punkt näher. Ja, komm mal, komm mal, komm mal. Ich will da auf das Punkt näher, dass wir hier die Vermeldung haben, von was in der Bibel verstanden wird und was wir later lernen kennen als ein Hürlich. Und das ist, und darum Vers 24 so belangreich, therefore, vor was? War wird hier Betrekking abgenommen? Therefore. Because she is now bone of my bone and flesh of my flesh. Therefore. Ja. Omdat ze al deel van mij is. Zou een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Ja. En zou aanhangen tot zijn vrouw. En zij zullen één vlees worden. Ja, laten we even in het Nederlands erbij pakken. En zolang als hij aan het zoeken is, ga ik eventjes verder. Ik spreek jou Nederlands. Als man en vrouw seksuele communie hebben, dan worden ze één fles. Want de man dringt in de vrouw in. En dat maakt hun één. Ja? En omwille van dat de vrouw sowieso al van de man komt, dus ze is al onderdeel van de man. Daarom zou hij zijn vader en moeder verlaten. Want als ik mijn, zoals ze dat in onze wereld noemen, soulmate vind. Ja, die bullshit ja. daarvan. Hoe dat ze dat in deze wereld vertellen. Als ik die vind, dan is er geen houden meer aan. Dan ben ik nergens anders op deze aarde meer gelukkig. Het zij, ik ben met die persoon samen. Dat is wat huwelijk eigenlijk is. Ja. De verbinding tussen één man en één vrouw die als ze samenkomen één zijn. Ja? En dat is een heel belangrijk verschil tot de leer die we in deze wereld tegenkomen, waar je ook altijd maar over de eenmaking en dergelijke spreekt. Maar als we daar nu gaan over beginnen, dan duurt deze video 24 uur en jullie slapen toch nog een uur. Oh ja, we zijn nog lang niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. Maar we maken het netjes af. Den punt die ik echt wil maken hier, is vers 24 is zo belangrijk dat wij verstaan dat Adam, en begrijp dat hier alsjeblieft op dit ogenblik, lieve luisteraar en kijkeraar en ook Perry, als je daar nog niet over zo nagedacht hebt. Op dit ogenblik is dat Adam die zo denkt. En Adam is op dit ogenblik geschapen in het evenbeeld van God. Mm-hmm. Wij komen later in de Bijbel te leren dat Adam met Eva kinderen heeft. Maar die kinderen die zij hebben, zijn in het evenbeeld van Adam geschapen en niet in het evenbeeld van God. Want daartussen komt nog de val. De val in de zonde. Daar waar de creatie, de schepping, de evolutietheorie tegenspreekt. Want in de evolutietheorie heeft de dood de mens voortgebracht. Klopt. In de Bijbel lezen wij dat de mens de dood in de wereld gebracht heeft. Oh. En zoals je kunt zien is dat 180 graden omgekeerd. Ja? Je had zo'n voetballer hier in Nederland en die schopte de bal in de kruising. Dat heb jij net gedaan. Jij hebt mij eerder verteld. Ik wist al dat je dat wist. Maar fijn dat je dat even aan de kijkeraars vertelt. Ja, kijk, de leer van de Romeins-Katholieke Kerk, de leer van de duivel, is altijd 180 graden omgekeerd van de waarheid, van de Bijbel. Mm-hmm. En dat is weer maar eens een keer zo'n fantastisch voorbeeld. De Bijbel zegt heel duidelijk, de vrouw is van de man gemaakt en later gaan we zien dat de man de vrouw superieur is. Mm-hmm. Superieur spiritueel, superieur in het huishouden. Dat wil niet zeggen dat de man rechten heeft om de vrouw te misbruiken, te vernederen, te slagen, of dergelijke dingen meer. Nee. Dat wil dat niet zeggen. Nee. Maar er is een hiërarchie. Zoals Christus het hoofd van de kerk is. Uh-huh. En in dat opzicht het hoofd van de man is. Zo is de man het hoofd van de vrouw. Dat is Bijbels. In ons antichristensysteem zijn de vrouwen niet alleen gelijk aan de mannen. Maar ondertussen staan ze zelfs boven. De mannen. Ja, dat is echt belachelijk. En dat is dus 180 graden omgekeerd van de Bijbelse leer.
En ik zeg dat niet omwille van dat ik een man ben en dat ik graag superieur sta op vrouwen. Ik zeg dat omwille van dat God dat gezicht heeft. En ik kan van mijn geslacht niks. Ik heb dat niet gemaakt. Ik ben zo geboren. Ja. Maar niet gelijk Lady Gaga. Born this way. Ja. Ja? Dat is weer een andere duivelse leer. Maar God heeft mij zo geschapen, omdat hij zich daar iets bij gedacht heeft. Want die heeft gezegd, dan Jörg, die geef ik een hersenen, dat hij de Bijbel kan verstaan en dat hij met evangelie aan de mensen kan prediken, gelijk dat ik het vraag. Want dat wil ik van de Jörg. En niks meer en niks minder. En dat is wat we met deze uitzending gaan doen. Jullie het woord van God gaan brengen. En het begrip, het verstaan, dat in vers 24 hier duidelijk gezegd wordt, daarvoor zal een man zijn vader en moeder verlaten. Niet om een andere wend van achter te gaan bevredigen, of om met beesten seks te hebben en plezier te hebben, maar hij zal vader en moeder verlaten om zijn vrouw te vinden en met haar één fles te worden. En alles andere wat ik daar juist genoemd heb, is sodomie. Sodomie. Mm-hmm. En over dat kunnen we nog uitbundig spreken in de Bijbel. Ik hoop het. Ook het komt toch wel aan de orde, denk ik hoor. Als we het halen. Ja, ja. Ja, ja. De Rulers of Evil is al zoveel werk. En dan ook de hele Bijbel nog, zo gezegd. Maar Perry... Vers 25, ja, het was duidelijk. Ik hoop dat je net verstaat waarom het zo enorm belangrijk voor me is dat we deze vers 24 goed verstaan. Ah, ja. Want alleen als wij verstaan dat de gemeenschap tussen één man en één vrouw, dat is wat God als huwelijk en als één vlees voor zijn ogen zou accepteren, uh-huh. Alleen dan kunnen we verder gaan en de Bijbel verder gaan lezen. Anders verstaan we dat al niet. Precies. Ja? Dat is heel belangrijk. Want daar zijn mensen, en ik noem nu geen namen, maar jij kent hem ook heel goed, die beweren dat God, zo gezegd, in deze Bijbel op andere plaatsen zegt dat seks met kinderen bijvoorbeeld in orde is. Ja. Maar dan spreekt hij zich tegen en God kan zichzelf niet tegenspreken. God zegt van, het huwelijk is de communie tussen één man en één vrouw. Ja. En elke seks buiten dat huwelijk is ontucht. Of hoe zegt men dat in Vlaams? Ja. Ontucht. Fornication. Fornication. Adultery. Adultery. Ja, ja, volwassenen gedrag terwijl ze kinderen zijn. Ja. En alles andere dan dat. Elke seksbuit natuurlijk. Nu, lieve luisteraar, denk eens een keer goed na. Wij worden in een wereld grootgebracht. Waar dat wij niet vroeg genoeg aan seks kunnen gaan beginnen. Een jongen van 14 en 15 in deze tijd, gelijk in mijn tijd als ik in die leeftijd was, loopt over van de hormonen. Je wordt overal in deze wereld geconfronteerd met nackte borsten en nog andere dingen om je libido alleen maar te stimuleren. En als je 14, 15 bent, dan denk je bij wijze van spreken per dag, ik weet niet hoeveel 100 keren aan seks, ook al heb je hem nog nooit niet gehad. En je gaat op zoek naar een partner met die je zo snel mogelijk seks kunt gaan hebben. En natuurlijk ga je dan niet meer trouwen. Dus elke seks buiten het huwelijk is, met andere woorden, ontucht, adultery. Ja? Hoe zegt men dat in Vlaams? Adultery, wat is dat in Nederlands? Ja, ontucht. Overspel? Overspel. Ja. Dus ook de seks tussen de 14, 15-jarige met een even oude vriendin. Is hetzelfde. Ja, klopt. Daar moeten we eens een keer wakker van gaan worden. En vandaag de dag, als men als vrouw zich zo gedraagt dat men zegt van ik wil geen seks voor het huwelijk, ja, dan wordt je uitgelachen. En dat stom bekeken. Nou, maar ja, mag ik hier even op reageren? Ja, direct. Het huwelijk vandaag betekent dat ook niet meer, natuurlijk ook niet meer wat het vroeger een keer betekende. Maar deze zin, vers 24 van Genesis 2, is de basis van dat we dat huwelijk dan verstaan en dat we achteraf kunnen gaan oordelen of beoordelen of dat God zich ergens weer spreekt in de Bijbel of niet. En dat doet hem niet. Dat kan ik je nu al verzekeren. Alsjeblieft, Ferry. Oké. Waar ik op in wil haken voor jullie, niet voor Jurk per se. Jouw lichaam, er is een stelsel van atomen. Dat kan je niet ontkennen.
Daarin lopen elektrische stromen. Je kan zelfs een veld meten. Met een heel voorzichtig meetapparaat kan je de reikwijdte van je elektriciteit, die kan je meten. Als jij seks gaat hebben en je steekt je piemelinootje of je whatevertje, je bent heel dicht bij een ander, dan komen die elektrische velden ook door elkaar heen. Om nog maar te zwijgen over het begrip schimmel. Je moet enorm voorzichtig zijn met seks. Dat mag je alleen maar doen in het geloof dat je het doet met iemand waarmee je oud gaat worden. En je ziet haar al voor je, of hem, dat hij in een rolstoel zit. En jij gaat een wandelingetje maken over de Hoge Veluwe en met je gratis over chipkaart vanwege je bejaardenvoorziening van de communisten ga jij gelukkig naar huis. Met zo iemand heb je seks. En doe dat niet vluchtig. Want het geeft echt bliksemschichten. Dan kan je geen vieze woorden noemen, maar baarmoederhalskanker is er één van. Er is ook ontdekt dat mensen met keelkanker, dat komt niet van het roken. Nee, dat komt omdat ze heel veel cunnilingus hebben gehad met enorm veel vrouwen. Maar ze smaken allemaal even lekker en vervolgens heb je keelkanker. Mijn dochter die moest voor de HPV-vaccinatie. Je krijgt alleen maar baarmoederhalskanker als je als meisje allerlei vreemde schimmels, elektriciteit, je hele lichaam gaat kapot. En dan krijg je kanker in je KUT. Daar hoef je niet tegen te laten vaccineren, je moet het gewoon niet doen. En als je dat niet begrijpt, dan ga je nog maar een keer kijken naar die film van Stanley Kubrick. The Time I Learned to Love the Bomb. Dr. Strangelove. No exchange of bodily fluids. Je kan zeiken dat je zegt, ja, ik wilde de Bijbel nooit lezen. Nou, dan ga je Stanley Kubrick maar kijken. En nu is het woord een jurk. Dit was wel een beetje brutaal, hè? Dat klonk een beetje als een rant, toch? Ja, maar ja, dan mag ook eens een keer van jou. Ik word ook vaak passioneel over die dingen, over die ik spreek. En als jij dat daarmee hebt, dan is dat goed. Hm. En in feite heb je ja niks verkeerds gezegd. Dan is alleen maar dat die mensen sich, dass ich's eine keer een beetje in hun Gehörge moeten gaan roepen, dat hier, als wij elkaar hier via Skype ontmoeten en over de Bijbel spreken, dat wij over de waarheid gaan spreken. Ja. En wij noemen, zoals dat in Engels noemt, a spade. Ja? Ja. En wij nemen geen blad voor de mond. Nee. En dat moet ook niet, want de waarheid hoeft zich niet te schamen. Alleen maar de leugenaars zijn geoffendeerd. Of hoe zeg je dat? Offended. Beledigd. Beledigd en dergelijke dingen meer. Dus ze zijn beledigd en kunnen niet lachen. Dat is het nare. Oké, nou vers 25. Ik wil in ieder geval naar hoofdstuk 3 vers 1. We hebben nog jij wilt een kwartier. Naar hoofdstuk 3 vers 1. Ja, maar dan 25. And they were both naked. The man and his wife and were not ashamed. Ja. We moeten hierbij ook eventjes een keer gaan begrijpen. Als Adam dit zegt, als we überhaupt kunnen zeggen van dat Adam dat zegt, want dat staat hier niet in geschreven. Hè? Mhm. Hier staat alleen in dat hem zegt van, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Dan gaat de zin verder. Ik veronderstel dat het nog altijd Adam is die spreekt. Mhm. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Wat eventjes heel belangrijk is hierbij, en misschien gaan we zelfs niet naar Genesis 3, doen we dat de volgende keer. Wat heel belangrijk is bij deze zin, is dat wij verstaan dat Adam als evenbeeld van God geschept werd. En dat we hier spreken over een situatie die voor de val in de zonde gebeurd is. Uh-huh. Dus als Adam hier spreekt, dan is dat spiritueel evenveel waard alsof God zelf spreekt. Uh-huh. Omdat Adam een evenbeeld van God op aarde is. Uh-huh. En Adam is hier perfect. Hij is de perfecte mens. Uh-huh. Daarom
staat in de Bijbel geschreven. In Genesis 1, als we daar eventjes een keer teruggaan, daar staat op het einde, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Uh-huh. Daarvoor was alles goed. En nu was het ineens heel goed. Omdat Adam het evenbeeld van God op deze aarde was. Hij was perfect, zelfs zonder zonde. Ik noem dit evangelie. Want de zonde komt pas in deze wereld in Genesis 3. En uiteindelijk, Perry, moet ik zeggen, we zijn al 54 minuten bezig. Maar we kunnen het begin pakken van Genesis 3. Ik zou het gewoon spijtig vinden als we daar nu mee gaan beginnen. En dan beginnen we met een van de meest fantastische versen in de ganse Bijbel. Genesis 3, vers 1. En dan gaan we zeggen van, en de rest komt volgende keer. Maar ja, oh, maar wat, ik heb een idee. Laat me uitpraten. Oh. Wat we ook kunnen doen is van, dat is een teaser, jongens, kom terug. Kijk nog eens een keer de volgende aflevering. Want als je wilt weten hoe het verder gaat, dan gaan wij in de volgende keer analyseren Genesis 3, vers 1, King James Bible. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Want dit is vet. Waarom spreekt de slang Eva aan en niet Adam? Ja. En waarom is het eerste wat zij doet, de slang, of wat hij doet, de duivel, een vraag stellen? Deze en andere vragen, mijn lieve kijkers en luisteraars, zal ik u beantwoorden als we nog een keer bijeenkomen en kapitel 3 van Genesis toch eindelijk eens gaan beginnen lezen. Ja. Tot hiertoe. Bedankt voor het luisteren en het kijken en uw commentaren, als er welke zijn, zijn altijd welkom. En tot de volgende keer. En tot dan, zeg ik Jörg van Hamburg uit als Blankenese. Tschüss. Nou, ik heb hier weinig aan toe te voegen. Ik ben zo benieuwd naar hoe we hierover gaan lachen. Dit wordt een heel goed... Dat is een goede cliffhanger. Vooral voor de dames onder ons natuurlijk. Huh? Waar komt de, zoals die Wim T. Schippers zei. Hoe moet het heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Nou, daar gaan we het over hebben in Genesis 3. Dan is het paradijs gaat een beetje wobbly-wobbly. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En ook op zijn hamburgers, net als Jurk, zag ik tjus. En dag, liefers.